Het is allemaal niet zo regeld. Ik wist het, hè. Ik wist dat er niet overkomen was. Rustig, rustig. Ja, ja, het is al geleerd, het is al geleerd. Maar nee, hoe zie je dat dan, hoor? Zeg, juist, dat is allemaal niet zo weinig. Inspecteur Vermissen, politie werkte. Oh, ik heb juist naar uw bureau gebeld. Ah ja? Ja, dat kan mevrouw, maar ik heb met uw man 3 uur in het parfum gezeten. In de kliniek? Ja, natuurlijk. Of kent u misschien een café dat wel fijn heeft? Oh, jongen toch. En wat is er gebeurd, inspecteur? Als ik het goed begrepen heb, dan heeft uw man het aan de stok gehad met een paar hooligans. Het is niet waar, hè? Kom, drink dat gauw een boekje in de thee. In de thee? Je gaat alleen een mooie ontbolen. Hij komt er misschien wel van op zijn effe. Wilt u misschien ook een borreltje, inspecteur? De verleiding is groot, mevrouw, maar u weet het toch ongetwijfeld tijdens de dienst enzovoort enzovoort. Ah, voordat ik het vergeet. In het Palfijn hebben ze deze pilletjes hier meegegeven. Voor de kopijn, denk ik. 1 pilletje, 2 keren per dag. Schat ik u toch? Ja, het is al. Heb je dat niet gegeten? Nee. Wilde nog gekocht aken of zo? Nee. Weet je wat? Ik wil maar een borrel, hè. Zal ik eens een goed mogelijke koffer van maken, zeg. Dat was heel vriendelijk van u, zijn inspecteur, om aan een vriend naar huis te brengen. Ach, mevrouw, was dat maar eens. Dat is graag gedaan. Dat is zowat ons job, nietwaar? En ik moet zeggen, ik vond dat wel eens plezant zo met een taxi rijden. Ah ja? Ah ja, als je zo over de brede baan kunt rijden en doen of dat je al die gesticulerende mensen die je willen doen stoppen, niet zien. Dat heb ik. Ja, allee, dat is bedankt, hè?